ik hoop dat ik heel erg gezond blijf. Dat hoop ik ook voor iedereen. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En voor de rest een beetje gezelligheid, een beetje warmte, een beetje liefde en een beetje genegenheid. En veel meer is het leven denk ik niet. Nee. Nou, mijn verwachtingen zijn, ik hoop dat we gezond blijven. En dat we een beetje vrede in de wereld krijgen. Dat die oorlogen een keer afgelopen zijn en verder, ja. En dat de economie een beetje goed blijft, mensen allemaal goed houden. En dat we allemaal weer huizen bouwen, dat ze allemaal huizen kunnen krijgen. Heel veel liefde en geluk en veel gelijkheid. Ja, gezond en gelukkig, dat wil iedereen, hè? Ja. Dat we iets verdraagzamer zijn naar elkaar. Gewoon aardiger zijn voor elkaar. Is dat noodzakelijk? Dat, nou, denk ik wel, toch? Ja, en dat we beter zijn voor het milieu. Ja. Ja, en zijn er nog dingen waarop u hoopt dit jaar? Nou ja, waar hoop je op? Nee, ik ben eigenlijk wel tevreden met mijn leven zoals het nu gaat, ja. Hier voor mij staat een tevreden mens. Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel. Ik hoop gezond te blijven. Dat vind ik het allerbelangrijkste. En dat er vrede komt. Ik hoop dat ze bij Den Haag ook een keer eruit komen met alle gedoe. Dat ze naar iedereen kijken. Naar alle mensen. De armen en de rijken. En dat een beetje verdeeld wordt. Het zal een mooi vervolg zijn, denk ik, voor 2023. En hopelijk... Nou, dat er een klein beetje rust in de wereld kan komen, dat zou wel belangrijk zijn, denk ik. Nou, wat de politiek aangaat, heb ik wel een goed gevoel. Wat de wereldeconomie betreft, denk ik, minder. Ik ben gestopt met roken en ik verwacht dat ik daar vanaf kom. Na 56 jaar roken. Wat was de reden of de aanleiding daartoe? Het wordt me eigenlijk te duur. Want er komt 6 euro bij een pakje op, geloof ik. Pakje check, 25 euro. Eigenlijk heb ik het breed naar mijn zin. U bent een tevreden mens? Ik ben een tevreden mens. En als ik u goed beluister, dan wilt u dat dit jaar ook graag zo houden? Dat dacht ik, ja. Dat weet ik wel zeker dat ik dat graag wil. Maar hoe doet u dat, een tevreden mens zijn? Ja, hoe doe je dat? Hoe doe je dat nou om een tevreden mens te zijn? Dan heb je wat meer tijd voor, nou, bijvoorbeeld voor je kinderen, voor je kleinkinderen. Wat meer tijd om nou, de dingen te doen die je zeg maar leuk vindt. En dat bevalt me uitstekend. Helpt dat? Iets meer tijd en rust? Ja, daar word ik wel gelukkiger van, ja. Met name dat we gewoon aardig zijn voor elkaar. En niet zo snel een oordeel hebben over elkaar. Ik probeer daar een beetje goed mijn best voor te doen. Dus u kunt iedereen adviseren om met pensioen te gaan? Nou ja, weet je, dat zal voor iedereen verschillend zijn. Want er zijn ook mensen die zeggen van 67 of 65, ik blijf nog lekker een paar jaar doorwerken. Ja, prima. Ja. Ik heb daar geen moeite mee. Ik ben zelf iets eerder gestopt. Ik had zoiets van, weet je, ik ben nu nog gezond. Ik stop er eerder mee. Ik ga andere dingen doen. Voor mij staat een tevreden mens. Helemaal, ja. Ja, mensen moeten wat toleranter zijn, vind ik. Dat vind ik hier erg tegenvallen. En wat bedoelt u dan op het westelijk halfrond? Of in Twente of in Almelo? Nou, ja, eigenlijk hier in de buurt een beetje. Mensen zijn niet zo tolerant. En ja, ze weten dat we allemaal zorgen hebben. En dan probeer je elkaar te helpen. Maar er gebeurt natuurlijk nog een heleboel in Oekraïne, ja. In de Gaza-strook. Die klimaatomstandigheden. Er is nog geen kabinet geformeerd. Ja. Ja, dat zijn allemaal wel wereldpolitieke dingetjes. Hè? Dat, maar hebben we daar als burger echt invloed op? Ja, het klimaat natuurlijk wel. Heeft u nog een advies voor mensen voor dit jaar? Nou, zorg dat je allemaal een beetje lief bent voor elkaar. En help elkaar vooral, want alleen kunnen we niet zo heel veel. Nee, dat is zo. Alleen staan we machteloos. Ja. Maar een beetje vriendelijk voor elkaar, is dat heel gemakkelijk volgens u? Ja, nou, probeer elkaar eens te vragen hoe het gaat en probeer elkaar eens te helpen. Vrede op aarde, dat vind ik het allerbelangrijkste. En ik hoop dat er geen oorlog komt. Wat is het geheim van een tevreden mens te zijn? Ja. Ja, tevreden zijn met wat je hebt. Zo simpel lijkt het, tevreden. Ja. Ja. Hoe doe je nou om tevreden te zijn, als je tevreden bent? En moet je dan ook een beetje geluk hebben om tevreden te kunnen zijn? Ja, je moet altijd geluk hebben. Zonder geluk vaart niemand wel. Dat is zonder meer een waar spreekwoord. Door ten eerste een beetje vriendelijker te zijn tegen elkaar. Als je elkaar tegenkomt, groet gewoon. Maar nu
bij ons in de buurt bijvoorbeeld en op mensen op de fiets en zo. Ik groet altijd, ik glimlach. Nu groeten ze mij ook gewoon in de straat en zwaaien en zo. Dus dan kunnen we met z'n allen dit jaar flink aan de slag? Ja, vind ik wel. Eigenlijk wel, ja. Gewoon jezelf blijven. En wat is dat precies, jezelf blijven? Nou, nuchter denk ik. Nadenken voordat je iets doet? Ja, dat wel. Tot 10 tellen? Dat doen de tukkers meestal wel. En je niet gek laten maken? Zo is het. Ah, waar verlang ik nog naar? Dat het met mijn familie goed gaat, met mijn kinderen goed gaat, met mijn kleinzoon goed gaat. Ja, dat is wel dingetjes waar het een beetje om draait, toch? Je familie, je vrienden. En daar doen we het voor. Met name dat we gewoon aardig zijn voor elkaar. En niet zo snel een oordeel hebben over elkaar. Dus ik probeer daar een beetje mijn best voor te doen. Mogen we dat als een soort advies beschouwen voor 2024? Ja, en wat vaker tot 10 tellen misschien. Dus elkaar respecteren. Hè? Ik ga in ieder geval mijn best daarvoor doen dit jaar. Eigenlijk staat hier de nieuwe vrouwelijke premier van Nederland voor mij. Natuurlijk toch niet. Nee, maar als iedereen dan gewoon een beetje zijn best doet, toch?